Erwin, we hebben het net over afspraken maken gehad. Voor iedere exposant World of the Dwelling in Science is het relevant om afspraken te maken op de stand. Maar het is uitgebreider wat je op die beurs doet. Ja. Kan je uitleggen hoe dat voor jullie in elkaar zit en hoe de anderen daar ook gebruik van kunnen maken? Dat wil ik graag. Het beursspel is cruciaal in de hele methode. Aandacht aan de juiste personen. En ik zeg altijd, zorg dat je stand vol zit. En hoe kun je dat creëren? En waarom die stand vol? Zal ik je proberen uit te leggen. Denk even na, je bent op vakantie. Je moet een keuze maken tussen twee restaurants. Restaurant vol, een hoop mensen. Een paar tafeltjes vrij. En een restaurant waar het leeg is. Dan weet ik al waar je naartoe loopt. En zo is het ook op een beurs. Een stand waar wat beweging is, waar een hoop volk is. Dat trekt andere mensen. We hebben net gezegd, aandacht geven aan de juiste personen. Je grootste klanten hebben afspraken. Daar maak je tijd voor. Dan heb je een groep die door de gangpaden loopt. Die worden opgepakt door de pinovangers. Die komen uiteindelijk ook op je stand. Er staan mensen op de stand producten uit te leggen. Iedereen, en dat is het hoofddoel, staat uiteindelijk met iemand te praten. En daardoor is het druk op de stand, waardoor je vanzelf nieuwe aanwas gaat krijgen. Dan komt er een moment dat je en geen afspraken hebt, en het is niet zo heel druk op de stand, in de gang. Dus je hebt niet zoveel mensen op de stand. En op dat moment gaat er een beursspel aan de gang. Want dan gaat de man die afspraken maakt, die gaat dan als het ware een klant spelen. En die gaat met een collega op de stand praten. Want het is echt superbelangrijk dat je beweging op je stand hebt, dat er reuring is op je stand. En dus op het moment dat er geen afspraken zijn, gaat de afsprakenman, dat kun je zelf zijn, dat kun je accountmanager zijn, die gaan met collega's op de stand eigenlijk een toneelspel spelen. Maar als je dat dus doet, heb je de hele dag een drukte. Dat heeft een heel goed beeld voor de bezoekers. Ja. Maar daardoor krijg je ook het doel dat je al die mensen spreekt en daarmee een follow-up kan doen. Exact. En daar gaan we het ook over hebben.